En we gaan dadelijk overschakelen naar Prinsenbeek, naar Boemeldonk voor de optocht die daar door de straten trekt. Maar u ziet achter mij een heleboel foto's. En we zijn er eigenlijk in het Prinsenprogramma niet aan toegekomen om daar nog eventjes promotie voor te maken. Want je kunt je carnavalsfoto's insturen naar Baronie TV. Er zijn een paar thema's, onder andere carnaval op het werk, carnavalsprak en carnaval in beweging. Maar je mag natuurlijk gewoon alle leuke carnavalsfoto's insturen. Kan via de website van Baronie TV, baronietv.nl. En dan zie je vanzelf wel foto insturen. En voor de mooiste foto's is er dan dinsdagavond een prijs. Nou, carnavalszondag, dat betekent een heleboel optochten in de regio. En de meeste optochten zijn dan vanavond te zien in het programma Dweilen in de Baronie. Maar ja, er is er natuurlijk één optocht die er altijd nog extra uitspringt zonder de andere tekort te willen doen. En dat is dan toch wel de optocht van Prinsenbeek van Boemeldonk. We gaan overschakelen naar Boemeldonk voor een rechtstreeks verslag van de optocht. Beste Boemeldonkers, goedemiddag zou ik willen zeggen tegen alle dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er allemaal weer de buis hebben opgezocht om deze fantastische optocht in Boemeldonk te gaan aanschouwen. Er gaan liefst 8A-wagens komen, 19B-wagens, diverse groepen en individuelen. De eerste kinderoptocht deelnemers die in de prijzen zijn gevallen zijn in aantocht. We zien ze hier voorbij trekken. Ze hebben gisteren in een optocht meegelopen met liefst 90 deelnemers, waarin ze in de prijzen zijn gevallen. En welke zien we nou voorbij komen? Want, dit zijn de CV de Babbelkus. Ik kom er niet uit. Oh, leuk. Dus ze komt niet echt uit de kom. Ja. Ik wil toch even ook een welkom heten aan Chris, ja, mijn co-commentator. Mijn naam zelf is Frank Dikmans voor de eerste kijkers, omdat we nogal verder worden uitgezonden dit jaar dan normaal gesproken. Ik ben zelf afkomstig van Prinsenbeek en een aantal jaren meegedraaid in het carnaval. En ik hoop u een beetje bij te praten samen met Chris in alles wat hier langs gaat komen. We gaan ervan genieten, beste kijkers. Ik ben Chris Goelaans en ik zit in de wagen dat kijken waar jullie allemaal zien thuis. Dus geniet ervan. En hier zien we allemaal weer van de kinderoptocht van gisteren die geweest is. Hè? En daar zitten hele mooie wagens bij. Ja. Want de jeugd is de toekomst, zeg ik altijd. Ja, we hebben in Boemeldonk verschillende projecten. Er wordt soms in de landelijke media gesproken over carnavallers achter de vrouwen aan en een pilsje drinken. Maar in Boemeldonk hebben wij de gewoonte dat we meer dan dat doen. Dat gebeurt misschien ook wel eens een enkele keer. Maar van jongs af aan krijgen zij diverse dingen mee in het scholenproject. En dat wordt doorgevoerd door de bejaardenhuizen. Ja. En daar hun mensen met een advocaatje genieten van carnaval. Je moet je voorstellen dat in de jeugdjaren mensen zich gaan ontwikkelen. Ook op technisch vlak, creatief vlak. Kennis maken met het spuitfenomeen. Hoe je een wagen in kleur maakt, hoe je een wagen constructief maakt. Je ziet mensen dus ook heel vaak in de techniek belanden, doordat ze jarenlang in hun hobby carnavalswagens bouwen actief zijn geweest. Het zit gewoon in het DNA van Boemeldonk. Dat is zonder meer. Ja, het is gewoon ook een feestje om te zien, want het is eigenlijk gewoon twee keer groot een optocht in Boemeldonk. En hier komen weer een groepje voorbij. Alles loopt in de soep. En het leuke is, de ouders die helpen altijd wel mee met bouwen, heb ik gisteren gehoord. Maar de kinderen die komen met de ideeën. Nou, dat ligt daar even aan. We hebben categorieën in de kinderoptocht waar verplicht wordt gesteld dat de kinderen zelf moeten bouwen. Ja. En er is een categorie waarbij ouders mee mogen helpen. Mogen helpen, hè? Mogen helpen, ja. Liefst zelf doen natuurlijk. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan denken van, goh, die ga ik volgend jaar weer naar kijken. En dan kunnen wij de loop van de jaren mensen eens allemaal bijpraten over de categorieën die je hier in Boemeldonk hebt. Ja, en die dan met grote wagens mee rijden, hè? Want die kinderen worden ouder. Ja, ja. Wat je hier bijvoorbeeld in beeld ziet, CV de Schutterkus, die zijn eigenlijk voortgekomen uit het DNA van CV de Schutters. Ja. Die vroeger in de grote optocht hebben gebouwd. En je ziet nu de kleintjes al het baby eraf gaan. En dat ze van lieverlee kennis maken met het wagenbouwen. Schitterend.
Welke leeftijdscategorieën zitten die kinderen, die aan de kinderoptocht mee mogen doen? Ja, eigenlijk zo jong als ze zijn, mogen ze meelopen. Meestal, ik heb zelfs al gisteren geen baby's, maar kinderen die net konden lopen op een wagentje mee zien rijden. Die houden dat natuurlijk niet heel de tijd vol. En dan tot aan de 15 mag je, 16 uit mijn hoofd gezegd, mag je mee in de kinderoptocht. Ja. Maar wat je heel veel ziet in Boemeldonk is dat de mensen al veel eerder doorstromen naar de grote optocht. Omdat daar eigenlijk de bakermat toch wel van is. En dat gaat dan maar door. Eens kijken wat er nou weer aankomt. Dat is dus ook nog onder de categorie kinderoptocht dit, hè? Ja, ja. Vergeet dat dus niet, beste mensen, waar je naar zit te kijken. De hoogte van de wagen is gesteld op 6,5 meter in de kinderoptocht. Ja. Dat zullen we straks in de grote optocht ook zien, dat de afmetingen niet zozeer in lengte zijn beperkt, maar wel in de hoogte. In de A-categorie, ja, de grandeur van de optocht hier in Boemeldonk mag je bouwen tot 11 meter. In de B-categorie mag je bouwen tot 8,5 meter. En dat gaat er streng aan toe. Er wordt zaterdag gemeten en elke centimeter daarboven is één punt eraf. Ja, ja. Oh, zo, het strafpunten. Ja. Zo. Ja. Het niveau is behoorlijk hoog. Beslissingen vallen op details. Ja. Ja, en ze willen geen discussie achteraf hebben dat een andere voordeel heeft gehad over een bepaalde lengte, et cetera. Ja. En ze hebben allemaal al hele goede muziekinstallatie bij. Het rammelt dan alle kanten. Het is prachtig weer in Boemeldonk. De zon staat erop. We treffen het. Clara heeft de worsten toch ontvangen, schijnt in Meerseldreef. Die zorgt altijd voor het weerbeeld hier in West-Brabant. En wat er aankomt, is dat nog steeds de kinderoptocht, de winnaars? Ja, dit zijn CV de apenkoppen. Shit. Zetten alles op hun kop. Ze hebben letterlijk alles op zijn kop gezet. Wat je ziet aan die wagen is dat het al wel mechanisch beweegt. Ja. Dat er beginselen zijn van de bouwsels die straks doorgevoerd worden naar de B-categorie in de grote optocht. En dan gaan ze ook hoger en groter bouwen. Maar dit is al heel gevaagd door jongens gebouwd rondom de 14, 13 jaar. En het moet allemaal veilig, hè? Want als je zo stiekem langs de kant kijkt, het staat rijen dik. Ja. Dus ja, je wil niet hebben dat er iets gaat gebeuren hier natuurlijk. Nee. Want dan is de lol eraf. En ik moet zeggen, daar moeten wij ook een groot compliment geven aan het bakbestuur hier. De Bikse Algemene Carnavalstichting. Dat is niet niks wat de jongens op zich afkrijgen qua organisatie. Niet alleen hier nu tijdens deze optocht, maar ook het hele jaar door. Ja. Prachtige wagens. Hier is hij dan. De wagen van Bix Meemix. Zij bouwen met watergedragen verf. De volgende deelnemer komt al lichtjes richting de hoek gereden. CV de Bukse. Een voortvloeisel van de club. Een roemruchte club hier in Prinsenbeek. Van CV de Puddingbukse. De roemruchte club, hoezo? Zij hebben liefst 4 keer achter elkaar de A-categorie gewonnen. Wel, in het verleden. Zo. En dat is een prestatie die nog niemand heeft evenaard. En de kinderen van die club zijn eigenlijk nu voor het eerst zelf aan de slag gegaan.
helemaal zelf. Ja. En voor op de trekker prijkt de grote beker van de kinderoptocht. Ja. Als deze A-wagen, wou ik bijna zeggen, die grote wagen voorbij is getrokken, dan gaan we echt beginnen aan de deelnemers van de grote optocht. Oh ja, je zou denken dat je al aan de gang is, hè? Ja. Zo. Het is CV de Pruttels die de aftrap gaat doen. En niet zomaar een aftrap. Zij maken ruimbaan. 21 jaar. Doen ze liefst in de grote optocht mee. 18 keer in de kinderoptocht. 9 A-wagens hebben ze ooit gebouwd. En dit is alweer hun 12e B-wagen. Het is ook een club die geeft hun DNA ook weer door. En dit zijn de jeugd van de Pruttels. Dit is de jeugd van de Pruttels die de toekomst heeft. En kijk maar eens, ze maken werkelijk ruimbaan. Daar gaan we van genieten. Een klein stapje naar achter, alstublieft. Jongens, ik denk dat het nog meer ruimer wordt. Let op die brekken daar. Kijken jullie uit? Bij CV de Pruttels is dit jaar een grote orde met kruis uitgereikt aan Jacques Bekers. Iemand die al heel zijn leven actief is in het carnaval in Boemeldonk. Jacques, van deze plaats namens alle Boemeldonkers ontzettend bedankt voor al jouw inspanning ook daarvoor. Mooi dat ze dat doen, hè? Ja, dat is toch wel onderdeel van Boemeldonks carnaval. Ja, er is geen prijzengeld wat tot in de hemel reist. Nee, het gaat om die grote eer, die grote beker. Ja, die waardering die je opgespeld krijgt met een medaille. En in het leven is het niet altijd om geld te doen. Nee, het is om waardering naar elkaar. En dat zie je heel veel terug hier in Boemeldonk. Daar gaan we ook wel prat op die verbroedering. Ja, dat mag goed zijn. Ik als kieler ga toch kijken op naar jullie. CV10 misschien. Onbeperkt bellen met onder andere Irma van Toledo en Marina Verstraten. Ze zitten nergens aan vast. En ik ook niet, denk ik. Maar het is onbeperkt bellen, heb ik begrepen. Wat zeg je? Het is onbeperkt bellen. Onbeperkt bellen? Je zit bij ons nergens aan vast. Oh, dan ben ik wel blij dat jullie roze kleur aan hebben getrokken. Goed, hè? Elke leuke vent krijgt bij ons een abonnement. Kijk. Hey. Zo, komt jij goed weg. Kijk, ik krijg gelijk een sticker opgespeld. Ziet u dat? Je krijgt van ons beltje goed. Beltje goed, oh. Veel plezier. Kijk, en dan staat de volgende deelnemer alweer voor mijn neus. Ik ga mijn blad erbij pakken, ik ga mijn hand geven. Ik ga even uitnodigen om even te gaan zitten. Ik ga zitten. Oh, ja. Zie je het nog zitten, want je hebt net een trap onder uw kont gehad. Ja, zo makkelijk. Zo, de humor ligt op straat. Ja, hè? En ik moet zeggen, hij deed hem niet zeer. Nee. Dat is waar je het gebeurt. Dus wacht nog even niet. Ja, daar staat erachter de Boemerdonkse draak. Oh, hier komt hij aan, de Boemerdonkse draak. Ja, en kijk maar eens, de rook uit de neus. De beweging van de draak. Het lijf gaat van links naar rechts. Zo, het is een vrolijke draak. De Boemerdonkse draak staat symbool voor ons carnavalsgevoel. Dat ieder jaar weer langzaam ontwaakt. Ja, ik blijf zeggen roemruchte club. Maar het is ook echt een club die al 38 keer mee heeft gedaan. Diverse keren de A-categorie heeft gewonnen. Elk jaar een A-wagen wegzet. Ja. Van Lieverlee neemt nu ook het jonge Grut bij hun het over. Maar aan kwaliteit is dat niet te zien. Fantastische bewegingen. Alles, tot in de details. En ik ben blij dat de zon weer doorkomt. Want daardoor komen de kleuren bij deze wagen ook prima de huiskamer in, denk ik. En dat is belangrijk.
Want de Black Eagles is een zo'n grote club, zo'n leuke club, met verschillende mensen. En ik weet dat er een aantal voor de buis zitten van de Black Eagles, die er helaas nu niet bij kunnen zijn. Maar voor ons gevoel zijn ze er helemaal bij. Nou, ik voel me zelfs al bij thuis. Ja, hè? Zo, ja. Wat een sfeertje. En ook zo'n leuke naam, hè? Black Eagles. Ze bouwen bij de familie Oostdijk en familie Bastiaanse. Ze zullen zeggen, ja, die families die kennen wij allemaal niet. Maar ze hebben daarvoor gebouwd bij de Texas Hoeve. En de Texas Hoeve is dit jaar overgegaan van eigenaar. Niet meer in de familie beland eigenlijk van de Black Eagles. En dus hebben zij een ander onderkomen gezocht. Maar de Texas Hoeve was een roemruchte club, of eigenlijk café, waar iedereen samenkwam, ook met carnaval. Ook al moest je je fietsen richting de Haagse Beemden even pakken. Vroegere kesteren, zoals ze het hier in Prinsenbeek zeggen. Ja, het valt ook altijd niet mee om goede bouwplaatsen te zoeken, hè? Nee, dan moet ik zeggen, daar hebben ze steeds meer oplossingen gevonden in de vorm van vergunningen voor nishutten. Die mogen nu permanent blijven staan. Mooi. Als ze worden gebruikt voor carnavalswagens. Een gedoogbeleid waar onder andere oud-voorzitter Ella Snoek zich hard voor heeft gemaakt. En dat is gelukt en dat, ja... Is goed werk. Ja, de jongeren kunnen beter in de nushut technisch en sociaal bezig zijn dan ergens maar rondhangen. En hier nummer 15, het span. Het span, we zitten er doorheen. En dat kun je ook goed zien ook. Ze zitten er helemaal doorheen. Kees Oostvogels en Frans Schouwen, 15e keer. Het rust wel lekker uit zo, denk ik. Ja, ik zit er helemaal doorheen. Helemaal fijn, helemaal. Ik vind... En jij douwen? Ik ga douwen ook. Ik... Kijk. Dat valt niet mee. Hè? Ik moet hem achteruit trekken, hè? Ja, zo makkelijk is het dan niet, hoor, mee rijden. Oh. Nou, fijne optocht. Ja, en in de verte zie ik de voorraad weer aankomen. Die zit bovenop het nieuws. Een kwebbel. Oh, die zit bovenop het nieuws, zie ik wel. Nieuws. Heb jij nog nieuws? Ik heb zoveel nieuws. Vertel maar, schrijf het allemaal op. Kijk in. Ik kan niet meer eruit geknipt worden, hè? Nee, ik kan niet meer eruit geknipt worden. Herschreven hoor. Nee, ook niet. Maar dat doen wij niet, hè. Wij brengen eerlijk nieuws. Wij zetten het gelijk goed. Ja, maar ik dacht, ik zie een rood nusje. Ik denk, dat is een beetje van vliegen. Nou, nee. Klein beetje van de kou, maar we klagen niet. Het is droog. Heerlijk. Nieuws. We hebben goede weernieuws. Ja, ga ik er gelijk in. En we hebben weernieuws. En... Ja, weernieuws is dat de volgende weer klaarstaan, hè? Ja. Veel plezier. De stufkes. De stufkes doen hun hupkes zonder glufkes. Wat zou daar nou mee bedoeld worden? Ja, ik ben wel jonger dan jou, Chris. Ja, dat zal wel, ja. Maar ik kom er nog niet uit. Jij ook niet. Ze voeren een dans uit. Dat is mij al duidelijk. Maar ik zie nog niet echt de hupkes. Maar ze hebben wel applaus gekregen, hoor. Nou, dan ga je maar eens vragen wat ze daarmee bedoelen, hoor. Hupkes zonder glufkes. Kijk, ze gaan ook nog op de groepsfoto. Ja. Vereeuwigd. De stufjes en de hupjes zonder glufjes. Kun jij nou eens vragen wat dat is? Ja, dat ga ik zeker doen. Komen ze nog langs? Ik zie allemaal dat jullie hupjes doen. Ja. Maar ik heb nog geen echt hupje gezien. Ja, dan moet je goed kijken. Oké, dan ga ik eens goed opletten. Dan voer de dans maar eens uit. Het zijn allemaal mannen, dat is het. Oh, Chris, maak ik helemaal niet in de gaten.
Ja, ik heb er oog voor. De valse nicht. Ja, dat is wel leuk verzonnen. Ja, het publiek geniet ook van heel deze optocht natuurlijk, was allemaal zitten te kijken. Het is een moeite waard om naar Boemendonk te komen. En dit jaar hebben ze trouwens dranghekken gezet, kunnen nagaan, op bepaalde plaatsen om die optocht beter te laten lopen hier. Ja, ik ben door Lars Lauwe, bakbestuurslid, vanochtend bijgepraat. Er zijn twee trailers vol met dranghekken hier weggezet. Ja. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Alles wat je hier ziet wordt op basis van sponsoring gedaan. Wij moeten het doen van, met alle giften en schouders die we eronder kunnen zetten hier in Boemeldonk. Maar we regelen het allemaal wel. En je hebt hulp van de gemeente Zundert, hè? Ja, nou ja, de bloemencorso Zundert. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat is een fantastisch uitwisselingsproject. Ja. Wij helpen in de zomer de bloemencorso mee met het verkeer te regelen. Ja. En zij doen het andersom hier nu met carnaval. En dat werkt al een aantal jaren fantastisch. Geweldig, goed. Ja. Nou, hier in de Binde Gek, eindelijk, het is carnaval. Ze zijn in slaap gevallen, maar gaan nu ontwaken, want het is eindelijk carnaval. En de winnaar in de B-kant, in het 52e jaar van de Bak van Boemendonk is geworden CV! Hele leuke show ook. Dat kunnen we wel zeggen. En dat wordt ook steeds belangrijker in Boemeldonk. Een wagen bouwen. Meer sfeer. Is leuk. Maar de mensen willen ook enorm vermaakt worden. En dat ga je straks zeker zien. Nou, dat zie je wel. Geweldig. De volgende groep staat er weer klaar. Ik heb Peppy. Ja. Dans met Rieke. Dans mee Rieke. Dus mee Rieke. Kijk, ga je het hem in de deur? Ik heb gelijk deur hier, zeg. Ja, ja, ja. Dat is wel leuk verzonnen trouwens. Die waren vorig jaar geëindigd in de eerste van de C-categorie. Ja, hè? Ja, eerst in de C-categorie. En die categorieën, daar wil ik het nog eens een keer over hebben. Want elk jaar leent er wel uit, maar daar ben ik weer een jaar later gewoon vergeten. De A-categorie is... Grote wagens tot 11 meter. En in praktijk komt het neer op 25 meter lang. De B-categorie... is 8,5 meter hoog. En... omstreeks hetzelfde lengte, dus 25 meter lang. De C-categorie, dat zijn de loopgroepen. Oh, oké. Okay. Ja. En de D-categorie zijn de duo's, trio's. En de E-categorie zijn eigenlijk, zoals we het hier noemen, de krenten in de pap. De individuelen. Individuelen. Heel snel zeggen, ja. Ja, ik denk ik doe het rustig, dan komt het eruit. En je zou het niet zeggen, maar dit duo heeft jarenlang A-wagens gebouwd. En die gaan zeker niet kijken, de optocht. En doen dus met z'n tweeën dit jaar mee. Chris, jij mag de titel uitspreken. En wat de naam is van de deelnemer. Yang en Yunlang. Met een Chinees. Met een Chinees is verkeerd gevallen. Ja, en als je nog gevallen, ook hier. Ja. Dat wordt een zwaar. Vind je het wel goed dat je hem niet laat liggen als je zo verkeerd gevallen is? Nee, ik kan hem beter laten liggen, want ik heb helemaal niks aan die vent. Blok aan uw been. Eigenlijk een blok, maar het is een blok. Volhouden, nee. Groep broekske. Groep broekske, ja. En het wordt hem allemaal nog bijgebracht ook, hè? Zie je wel, hè? Kijk, jongen. Kunnen we tegen. Ja. Nou, veel leuk. We komen in een groep aan. Ja, en die groep hoort bij die wagen. Oh, dat hoort het erbij. Is CV de Japjuinen, Mysterious Feest. De 10e wagen van deze carnavalsclub. En een fantastische, mooie show vooraf. Die helemaal bij het thema past waar ze over bouwen. Prachtig wat eraan komt. En uit respect moet ik maar even mijn mond dicht houden, want dan hoor je de show het beste.
In het begin was er niets. Enkel duisternis. De Maya-goden besloten om de aarde te creëren. Ze creëerden lucht en water, maar er was geen leven om hen te bereiken. De goden besloten de mens te creëren. Religieuze offers werden gebracht. Behoorlijke stuurmanskunst hier zo in de hoek. Ze hebben het perfect weer gered. En dan praat je over jongens in de leeftijdscategorie van 22 tot en met 25 jaar, hè, die zoiets wegzetten. Prachtig. Kijk, en dat bedoel ik dus, dat carnaval meer is dan bier drinken ja. En een gezellige date opzoeken. Dat kunnen we wel zeggen hier. Zo. Ze hebben dit jaar ook de hofdame mogen leveren. Aluskia Bekers. Een eer ook altijd voor een carnavalsclub. Dus het is een eer voor een carnavalsclub dat ze een hofdame mogen leveren? Ja, ja. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Wordt dat gekozen of gekeken? Of, Nou, goed onderwerp, Chris. In Boemeldonk is het zo dat er heel veel mensen prins en hofdame willen worden. Ja. Dat wordt hier gedaan op een manier dat je vanuit een keuzeselectie naar voren gaat komen. Die keuzeselectie wordt gedaan door de Senaat in eerste instantie. Dat zijn afgevaardigden van de bevolking, sportverenigingen, sponsoren, etc. Die maken een lijst van vaak van 50 man terug naar 11. En die 11 gaan naar het bakbestuur en het bakbestuur gaat verder met die 11 en uiteindelijk wordt daar de prins uitgekozen. Hetzelfde, ja. Dezelfde methodiek wordt toegepast voor de hofdames. Hij is eigenlijk niet geboren en getogen hier, maar langzaamaan helemaal erin gegroeid. En hij heeft ook echt al een traantje weg moeten pinken al een aantal keren dit jaar. Dus het is meer dan zomaar leutig prins zijn. Ja, dat geloof ik ook wel. Want komt bij allerlei mensen terecht, hè? In ziekenhuizen. En nu gaan we een blik in de verte doen. Ja, we gaan weer verder. Die twee. Dat doe ik eigenlijk goed. Kijk, nou wat ik zie. Ik heb er een prijs op. Ja. Oh god, Tom. Ik heb een prijs op. Zie je dat? Ja, ik zie het. Ja. Jan de Keizer en Elio de Spicht. Deelnemer dus als duo in de D-categorie. De barbieren zijn, heb ik gemist, maar nou komen hier. Oh, dit zijn de barbieren. Ja. Dat zijn de. Zien we het zitten of niet? Frank, ik zie je er echt niet zitten. Nee. En hebben alles goed gekeken? Ja, kijk en ga eens. En volgens mij ziet het. We hebben een klein oponthoud gehad en we duimen voor de mensen waar het om gaat. En we proberen weer even de draad op te pakken hier in Boemeldonk. Het calamiteitenplan heeft gewerkt. De mensen zijn weer een beetje in zekerheid gesteld. En we moeten weer door met de volgende optochtdeelnemer. Nummer 24, CV Kiwi Sensatie. Met de Duitse slagers. En die zitten ook allemaal aan boord, voor zo te zien. Voor de 14e keer doen ze mee. En dit is een B-categorie, hè? Ja, ja. Ze hebben dit jaar wat minder tijd gehad om te bouwen en ze wilden toch niet langs de kant staan en toch meerijden. Het is ze goed gelukt. Ze bouwen gewoon in bij iemand
in een woonhuis. Je zou zeggen van, joh, waar in dat woonhuis dan? Nou, ze hebben wel een garage eraan staan. Oké. Okay. En een flinke tuin. En in die tuin hebben ze een tent gebouwd en daar komt de wagen vandaan. Ja, waarom ook niet, hè? CV in ons nopkes, nummer 25. We zijn van de koude kaant. Ja, en wat zou het dan zijn, hè? Van de koude kaant, hè? Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, met de kou valt het reuze mee. We houden het droog. Ja. En dat is wel fijn. Maar CV in ons nopkes, die zijn van de koude kaant. Ja. Ze zijn van de koude kaant. Hoort niet, hoor. Hoort niks. Je hoort niks. Maar dat komt dat je van de koude kaant af bent. Serieus niet, maar ik hoor echt niks. Veel plezier. Och, wat ben jij van de koude kaant? Oh, het is zo koud. Het is warm houden. Zoek maar een kacheltje op vanavond. CV weet ik veel. We krijgen hem niet meer omhoog. Ja, ja. En waar krijgen ze het niet meer omhoog? Ja, de vliegers, hè. Je ziet ze eraan hangen aan de achterkant. Je moet geen andere dingen denken, hè, met carnaval. Daar hebben we het over gehad. Doe ook niet. Ja, en daar komt de cupwinnaar van vorig jaar. CV de Stampers, het Boemeldonks Orkest. In Boemeldonk werken we samen als in een orkest. Iedereen heeft zijn eigen onderdeel. En dus zij ook in hun orkest. En dan gaan we naar lusteren. Zo. Prachtig. Het is zo mooi zicht, ho, hè? Ho, de dirigent slaat aan. Oh, dus. Stampers staan onder andere bekend om hun goede nummers rondom de wagen. Dit is er ook weer een voorbeeld van. Ze gaan een cd uitbrengen van al de nummers die ze hebben gemaakt. Van de VBC van vorig jaar tot Orgelman in Boemeldonk zit je goed en de brandweer. Het is een feest om te zien. Geweldig. En na zo'n grote wagen gaan we door met de goede meskes. Ziede zitten om te beleggen. Ze hebben al 3 keer de hoogste waardering ontvangen in de D-categorie. Waarmee ze zelf toen het meeste lol hebben gehad was het synchroon zwemmen. Misschien dat de kijkers uit het verleden dat nog herinneren. Ja, daar wordt een botter aan beleggen mee van alles, zie ik wel. Wat gaan we beleggen? Zoet en hartig. Hartig, een plakje kaas of snijwaar. Of hier, chocola of jam. Oh, maar dat is risicoloos beleggen dan? Nou, een klein risico zit eraan. Wat overgewicht kan, maar dat is voor eigen risico, hè? Dat is net als mijn echt beleggen, moet niet gulzig zijn. Nee, niet zeuren na de raad, hè? Hey, veel plezier, hè? Dat zeggen ze goed, ja.
De vrolijke vrienden. De vrolijke vrienden, we zetten de tent op zijn kop. Nou, dan gaan we opletten. Gaan ze hem op de kop zetten? Gaan jullie op zijn kop zetten? We gaan hier de feestent op zijn kop zetten. Hij staat op zijn kop. Ja, je kunt er niet omheen. Het is een imposant gevaar dat je eronder staat. Ze lopen in ieder geval droog als het gaat regenen. Ja, dan moet niet de wind onderslaan onder die tent, dan gaan ze omhoog. Nee, ik denk dat ze het... Het is goed dat ze een houten stokje achter hun nek hebben, want anders hadden ze het wel in hun nek gekregen vanavond. En daar gaat de Gerrit. Ja, Bitcoins, wat schuift dat? Kijk, een bietje. Nou, ik zie wel dat geval speelt, Gerrit. Kijken wat jij ervan kunt maken. Helemaal niks. Nou, maar ik krijg wel wat. Oh, toch wel. €500. Kijk, hey, dan kunnen we thuis komen met €500. Ja. Meestal is het minder als we 's avonds thuis komen. Ja. Een B-klop in aantocht. CV makkelijk zat. Diederik's Fiesta. De Spaanse klanken hoor je al komen. Na een jaar van afwezigheid zijn ze terug. En gelukkig maar. Want anders kunnen we nooit genieten van 80 deelnemers hier vandaag. Terwijl dat makkelijk zat verder trekt, zijn we gekomen bij 32 Droel en Trui. Mee bakcoins zitten altijd goed. Ze doen liefst voor de 25e keer mee. Vorig jaar hebben ze helaas niet mee kunnen doen, maar dit jaar hebben ze de draad weer opgepakt. En zo zijn er meerdere deelnemers. En enigszins ben je dan wel eens blij dat er wel eens een pauze aanvalt bij iemand. Want anders hebben we niet genoeg straten hier in Boemerdonk om iedereen plek te geven om mee te doen aan die optocht. Zo populair. Zo. Een kwinkslag naar de Bitcoin. Maken zij er bakcoin van de Bikse Algemene Carnavalstichting. Wat ik al eerder vertelde. Die de organisatie oppakt van zo'n grootse optocht. Maar naar schatting elk jaar toch wel 100.000 toeschouwers op afkomen. Ik moet zeggen dat het dit jaar ietsje minder weer is, maar toch droog. En dan tikken we al direct de 100.000 aan. Ja, en logistiek moet het allemaal wel geregeld worden. En dat is goed geregeld, dat zien we. Dat hebben we vandaag gezien. Dus en de optocht gaat weer lekker door. Ja, de dranghekken werken ook enorm mee. Ja. Dat sinds dit jaar hebben ze dat gedaan. En dan komt dan, hoe zit het nou aan? De CV bakvinders. De bakvinders, ja. Het is de tweede keer dat ze meedoen. Meneer Dikmas. Oh,
Ik word aangesproken bij meneer al en ga eens even kijken wat er nu gaat gebeuren. Het is heerlijk. Even relaxed naar die optocht kijken. Een lekkere bank. Maar ga eens even zitten, maar ik kan er ook in gaan liggen toch? Oh, ik ga er wel lekker mee op liggen zo. Kijk, wij zitten goed hier in Boemeldonk. Het kan altijd niet goed gaan, zie je wel, hè? We moeten lijnen, we zijn te zwaar, heb ik gehoord. Zwaar! Bedankt, hè. Veel plezier. Dat zijn tegenwoordig hele ex die in de optocht meedoen, van die kleine groepen. Sorry, wat zei je, Chris? Het zijn hele ex die ze opvoeren, vooral die kleine groepen. Heel leuk. Ja, ja, het is amateurtheater, maar wel van een professioneel niveau. Ja, hè? Ja, met carnaval. Kunnen we zeggen, ja. CV de Matties in aantocht. Heel de kroeg op Stelten. Een leuke club. In aantocht, zou ik willen zeggen, een aantal jaren actief in de B. En het wordt steeds professioneler. Dit jaar hebben zij de eer dat hun bouwadres Prins is. Prins Adrianus, de 52e, is in het normale leven Adi Korsten. Adi Korsten is een aantal jaren verhuisd. Had een grote schuur en zei, joh, daar doe ik eigenlijk niks mee. Ik geef jullie die ruimte. En kijk eens wat eruit is gekomen. Prachtig. ...18 jaar en grote stappen aan het maken. Chapeau, Matties. De Matties zijn voorbij en CV de mispunten, klokkenluiers, staan te trappelen. Ja, die hebben een goed stukje muziek voor de zitten. En ze zijn onherkenbaar. Maar het is onder andere Barry van Oosterhout. Het zijn echte klokkenluiers, zie ik wel. Jullie zijn onherkenbaar. Kunnen ook niet bekend worden, denk ik. Nee. Het leven is gevaarlijk. Veel plezier. En waar zouden ze klokkenluiers van zijn, hè? Dat is ook nog een vraag natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar ik denk dat ze al doorgespeeld hebben om de luiers te zien. Ja. CV de Kat, zijn viool, strijkkwartet. Ja.
Ja, hier komen ze aan. Het strijkkwartet. Ze zijn met z'n vieren. En het is echt kwartet dus, hè? Ja. Dus even vragen. Een echt kwartet aan het strijken. Wij zijn het kwartet aan het gladstrijken, ja. Kijk. En wat is het een mooi kwartet eigenlijk, hè? Eens even kijken. Het baklogo, Raad van Elf, dansmarietjes. Kijk, en het ene van het kwartet is afgebeeld. Dat doen jullie thuis ook het liefste denken, hè? Strijken. Nee, alleen vandaag. Okay. Veel plezier. De kamelenrace is ondertussen al begonnen. Van CV, ga nou, de kamelenrace. Ik zie er achter een hoop kamelen rennen. Wat is daar aan de hand? Ja, en er komen er nog twee hele grote aan ook. Maar ze komen er niet ver. Oh ja, hier is ook een zaal. Het gaat langzaamaan verder. Ga nou. Bestaande uit clubs One Now en de Gangmakers. Gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Ze hebben een eigen nummer ingezongen, ook bij deze wagen. Dus naast het bouwen aan zich, waar moet je aan alles denken? Ook aan pakken en bewegingen. Als je ook goed kijkt naar de wagens die hier langs trekken. Het is allemaal niet handbewogen, nee. Het is allemaal vaak PLC gestuurd. In technische beroepen werk je vaak met projecten. Dit zijn ook totale projecten, denk ik. Ja. Met één verschil. In Boemeldonk is elk project op tijd af. En dat is in het normale bedrijfsleven ook nog wel eens anders. Ja. Dat ziet er wel leuk uit, dit. Want het motto van Boemeldonk, dat is toch van we zien het wel zitten of zoiets? Ja, ik zie het zitten. Ik zie het zitten, we ja. zien het zitten, zo moet ik het zeggen. Nou, hier zien we ze op de kamelen zitten. Ja. Ja. Je zit er lekker bij zo op een kameel. Ja, toch? Ja. Veel plezier en ik zou zeggen... Zet hem op, hè, dat je hem een keer wint, hè, die kamelenrace. Onder vandaag, dus. Ja, en dan schrijven ze de eigen nummers nog, geloof ik, hè? Want, beste boemeldonkers, mensen van heinde en verre, uit alle hoeken van het land en de wereld. Niet alleen van dichtbij afkomstig, maar ook van veraf. Ja, een carnavalsnummer met kamelen moet maar toevalligerwijs voorbij komen. En als dat niet zo gebeurt, ja, dan maak je zelf een nummer. Ja. Hebben ze gedacht. Nou, dus de Femmekes zijn in beeld. Ja, ja, die hebben bij het Femmekesbal in de prijzen zijn ze gevallen. Ze wilden een slippertje maken. Nou,
Jullie hebben een mooie schort aan, zie ik. Ja, een echt slipper komt te maken. Wil je ook een slippertje maken bij ons? Oh, heel graag. Ik ben alleen niet zo handig daarin, denk ik. Kijk. Had je hem op zijn kop slaat en net een slippertje, denk ik. Ja, het slippertje is weer gemaakt. Geweldig. En we kunnen weer door. Leuk verzonnen. En daarachter CV De Egeltjes. Ontstaan uit de vroegere woonvoorziening De Egelantier. En nu nog steeds betrokken hier in Boemeldonk. Valdijk Ammerand. Ontzettend leuk dat jullie er weer bij zijn. Ik zal hem opzoeken. Veel plezier. Jos, de robot. Fijn dat je er weer bij bent. En je gaat als een raket, zie ik wel. Ja. Komt goed. Geniet ervan, hè. Ja, prachtig, hè. Dat allemaal gewoon kan hier in Boemeldonk. Ja, dat is de boerdering. Alles gaat ook mee en doet ook mee. En dat is hem dan, de robot, die ziet het wel zitten. En de volgende groep komt eraan, dat is CV De Dwarsliggers. Het hee ons weer te pakken. Ja. De Dwarsliggers, die doen voor de 10e keer mee. Vorig jaar 7e geworden in de B-categorie. En als je nu kijkt naar het niveau van die wagen, dan is een 7e plaats, zou je zeggen, laag. Ja. Maar dit is het niveau hier. Ja. En heel veel optochten is dit de mooiste, grootste wagen. Nou, ik weet dat er nog veel meer aan zit te komen. Oh jee. Waar kippenvel tot over je oren. Ja. Ben benieuwd. Die ga ik kijken. Je moet hier kijken, joh. Dat is hartstikke mooi. Details. Plakkenkoorts. Ze bestaan 11 jaar. Groots gevierd in de steen. Een café aan de Haverdijk. Waarbij Wim Kuipers onderscheiden is met een grootorde. De muziek staat zo hard en helemaal vervormd hier zo. Het is te gek. Nou, op mijn koptelefoontje wel. Maakt niet uit. Maar ze hebben het goed te pakken daar. Jeetje. Prachtige wagen. Een bietje C is oké. Okay. Ja. Dat zeggen CV De BBB. Die hebben jarenlang in de B gebouwd. Nu voor het eerst in de C-categorie. En ze bouwen hoger dan 8,5 meter wat je in de B mag bouwen. Maar dit wagentje is gewoon eigenlijk ja, ook nog eens bijna 9 meter hoog geworden. Ja. Wacht even, die optocht duurt 2,5 uur, hè? Rustig. Ja, we gaan even zakken door de knieën, beste mensen. Allemaal een beetje naar beneden, we gaan allemaal meedoen. Mevrouw, door de knieën. Zakken. Deze meneer gaat zo meteen hier opslaan en eens kijken of dat hij de C kan raken, dames en heren. Oh. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Hey! En eens kijken of hij heeft geslagen. En dan ben je C. Dankjewel, lieve Boemeldonkers. Ik hoef aan presentatie niks meer toe te voegen. Beste mensen in Boemeldonk, wij zijn op zoek naar iemand met ontiegelijk dikke vallen. Hele grote vallen.
Hij is voor jou, hoor. Wie heeft de grote ballen? Om door die handen! Zwaaien! Ja, daar is niks mis van, joh. Het is een interactief programma, dan mag je dansen voeren. Hé, hey, Frankie! Helmer! Ja, dames en heren! Wij zijn op zoek naar hele grote spierballen! Van die dikke ballen! Ja, van die sterke grote ballen! Even kijken, met de dikke spierballen! We hebben een eentje gewonnen. 42, zeilt hier om de hoek. Dos, Tritos. Na carnaval zitten we in een dip. Ja, dames en heren, wij gaan het even uitleggen. Want we hebben 2,5 uur en dan is de optocht pas gemaakt. Deze jongen gaat zometeen met zijn grote spierballen op die knot slaan. Wij gaan ondertussen klein beetje zakken allemaal door de knieën. Ja, dat is een dipsausje. Je zit nou echt in een dip, denk ik. Hè? Ik zit in een dip, ja. Dat duurt nog wel even, denk ik. En is dat zwaar of voelt dat nat aan? Hier kom je niet zomaar uit. Nee? Nee, het depressief. Valt hoe zwaar ook, hè? Ja, absoluut. Weer een jaartje wachten. Succes ermee in ieder geval, hè? Zware tijd die er gaat aankomen. Ja, ik ga mijn best doen. Dat ziet er ook hier op depressief uit. Allemaal als het... Toch is straattheater, ja. CV de Peulenschillen. Ja. Ik stik van die jaloezie. Ja. Maar jouw man die loopt toch niet zomaar weg, denk? Nee, gelukkig niet. Maar de rest, ik ben stik jaloers op die mensen. Allemaal langs de kant. Mooie optocht. Je hebt er gewoon een rode kleur van gekregen. Ja, ik stik bijna, hè. Van de jaloezie, hè? Van de jaloezie. Ja, zeker. En daarachter zit gelijk een groepje, de Nachtbrakers. Ja, dat kleine groepje hoort bij die grote A-wagen die om de hoek al staat. Oh, dat komt nog. Ja, ja. Iedereen van de baan, de maffia komt eraan. Een grote maffiawagen, met figuranten daarin. En kijk maar eens naar die vormgeving, naar die detail van ogen, rimpels in de gezichten. Carnavaleske uitstraling, beweging in het gezicht. En als je straks nog goed gaat kijken, dan komt er een krant naar voren waar die hoofdkop doorheen gaat kijken. Geld in een zakje, het is maffia carnaval.
een prachtige A-categorie wagen. Een heel verhaal op zich. Maar we moeten door, we moeten door. Ja. De witwasser. Ik weet dat je schilder van beroep bent, maar je bent nou echt de boel aan het witwassen, zie ik wel. Ik ben nou de boel aan het witwassen. Het moet een keer afgelopen zijn met al die zwarte troep van onze club. We maken alles gewoon wit. Het aantal visjes erachter komt, dan zijn we nog niet jarig. Kijk, je doet me gewoon een beetje wit. Kijk, hartstikke mooi. Het vindt daar zo, meneer. Dan merkt hij op het niks aan. Hij maakt alles wit. Leuke inzending van Corné. Hij is lid van CV de Nachtbrakers en steekt zijn beetje de draak. Dan zien we de halve zolen aankomen. Ja, die bijen die komen naar ons toegevlogen, zoals ook de optocht nu voorbij komt gevliegen. Boemeldonk, genderneutraal, boeit ons niet. Wij zijn allemaal bi. Be happy. Be. En je hebt grote bieën en je hebt een heel klein bietje. Ik zie hier een bietje stro. Ik heb een klein bietje. Ik moest heel nodig, Frank, maar ik heb maar een klein bietje, was het gelukkig. Het was gelukkig, maar een klein bietje. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, daar had iemand een hap van genomen. Ik snap dat ook niet, hoor. Het ziet er fraai uit, Jacques, ik zo in een padje, een pontje kijk. We maken jouw bijenkoning. Als uitzonder... Ja, maar dat is gebeurd, hè? Gesproken ben ik een bijenkoningin, maar met jou maken een bijenkoning, want die is... Nou, grote bij, hè? Oh, nou hoor ik rijk bij. Nou hoor ik bij, hè? Doe er een bietje bij. En zoals je ziet hier, zoals zij hier vanuit de Riewagen kunnen zien, dat er heel veel volk is op afgekomen. 3, 4, 5 rijen dik. Ja, en we houden het nog steeds droog, hè? Ik zie in de verte allemaal donkere wolken voorbij trekken. Nou, gelukkig, ik had mijn paraplu meegenomen en eigenlijk was het de goden verzoeken, maar gelukkig, ik heb hem tot nu toe nog niet nodig. En de volgende staat alweer te trappelen, het duo van de Femmekes. Ze gaan er even voor stilstaan. Ik hoor er stil van. Mooi gedaan. Ja, ze kunnen zo de dam op hoor in Amsterdam. Ja. Jullie kunnen zo de dam op in Amsterdam. Dan stonden jullie er mooi voor stil, zeg. Dat bedoel ik maar. Veel plezier nog. Even, hè. Heel even nog. De walsen op Boemeldonk. CV de Lolmakers. Een hele grote wals. Begonnen dit jaar in september. Ze hadden wat moeite om de wagen af te krijgen. Ze deden een oproep. Maar goed, door de massale hulp die is toegestroomd, zie je weer, ook dit project is afgerond. De Lolmakers willen die mensen die een helpend handje hebben toegestoken, bij deze ook nogmaals bedanken. Mooi dat ze elkaar allemaal helpen. Ja, ik heb nog nooit een wagen in het wit papier hier rond zien rijden. Nee. Of in het staal, dat hij niet af was.
En komend jaar gaat de markt in Prinsenbeek op de schop. Ook weer een samenspel met veel vrijwilligers. Uitvloeisel van Prinsenbeek begroot. De wals gaat letterlijk over de markt dan. Dat die gaan ze opknappen, dat is niet de wals op de markt, hè? Ja, ja, en wat mooi is ook dat heel veel mensen inspraak hebben gehad. Iedereen eigenlijk die wilde, mocht ze inspraak kwijt. En de grote gemene deler, de grote stem was, maar alsmaar wel wij ons plek blijven behouden voor onze carnavalswagens. Die hier aan het einde van de optocht allemaal worden opgesteld. Dus als u het gemist heeft en op tv denkt van, goh, ik zou het wel eens in het echt willen zien. Morgen staan ze ook nog steeds op de markt. Alleen morgen nog? Alleen morgen en dinsdagochtend om 10:00 is er een heus wegrijdspectakel. En dan zie je ze nog één keer allemaal voorbij trekken. En zetten enkele wagens hun bewegingen allemaal nog aan. Prachtig. CV de Meelballen komen eraan. Maar eerst nog nummer 48. CV Kek, Geletsen en Kilometers. Een groep die ontstaan is vanuit het wielrennen wat ze samen doen. En ze dachten, ja, met dat wielrennen kunnen we zo voorbij kletsen. Dat willen we met de optocht ook eens doen. En ze beelden de Zeeuwse kust uit. Kijk, de Zeeuwse kust. Er is niks aangelogen. We gooien er zo een stelling in en de vraag nu is het waar of is het niet waar? Dus waar. Kijk, ik kan er weer tegen, Chris. Ja, ik kan er weer tegen. Er komt een prachtige wagen aan. Duo XXL ervoor nog. We houden de gang erin. Oh ja, rog, god, zo bijna. Schalk, ja, je ziet ze bijna niet meer. Kijk, ze houden de gang erin. De billboards achterop. En op de t-shirts. Maar we moeten ruimte maken voor de meelballen. Waar is dat feestje? Ja. Waar is dat feestje? En het is na een grote wagen is het altijd weer even een stukje ruimte ertussen waar de volgende deelnemers gaan komen. Zo'n wagen neemt een behoorlijke bocht en dan moeten even wat mensen altijd opzij en dat duurt even een tijdje. Maar dan kunnen wij nog extra genieten van zo'n grote wagen gelukkig. Voordat we weer de andere deelnemers voldoende aandacht kunnen geven. Nummer 51, CV Los, lopend wild. Ze zijn nieuw in de C-categorie. We staan op non-actief, is hun leus. Ze bestaan uit 5 dames. Eentje daarvan, Chantal, kan helaas niet meedoen vanwege een hernia. Vanuit dit punt, vanaf de beesterschap namens die mensen.
Maar met alvallige nonnen in bed beleefden ze de optocht met veel pret. Ja, ze staan op non-actief, zo gezegd, hè. Ja, ik durf er gewoon niet dichtbij in de buurt te komen. Nee, ja. Zullen we het eens proberen? Ja, ik zie wel het bed ingegooid, wie weet. Kijk, het non-actief komt hier voorbij geschoten. Ik zie nog weinig activiteit bij die nonnen. Ja, wil jij meeliggen? Zie je wel. Meeliggen, want zij staan op non-actief. Ja, we gaan lekker liggen. Oh, ze staan op non-actief. Komen. Maar ga je ook niet die van mij, hè? Maar stel hem dan actief. Ja, dus wij mogen daar niet, helaas. Oh, maar het rust wel lekker uit, hè? Lekker, hè? Want de jury zit dan op de grote markt. Die zit dan te kijken van wat er allemaal voorbij komt. En dan is de prijsuitreiking vandaag nog. Ja, vanavond in de Drie Linden, het gemeenschapshuis hier in Prinsenbeek. Daar wordt de prijsuitreiking verricht. Om 11 minuten voor 11, dan is de prijsuitreiking van de A-categorie. En daarvoor alle andere categorieën. Nou, en dan is het stil hoor in die zaal. Dan is het heel warm. En dan is de spanning voelbaar. Maar er komen nu twee mensen aan. Ja, die zijn betast en me too en oh god. Ja, die zijn helemaal betast. Yo, dakloos. Die zijn betast. Maar ik doe geen aangifte volgens mij. Nou, we doen wel aangifte, we doen van alles aangifte. Maar dat hier op dat dorp allemaal gebeurt, hè. Gisteravond hebben ze het gedaan. En ze doen het meestal als je even niet oplet, hè. Oh, jongen. En ik zie het. Me too. Ga je toe, hè. Het is gewoon schandalig, maar. De laatste keer dat we meelopen hier, want het is... Ja, ze hangen vol tassen. Daar houden wij niet vol zo. Ja. Ze hangen helemaal vol tassen, ze zijn gewoon betast. Oh, dan komt er een aan die is anti-lopen. Die wil gewoon niet lopen. Ziet er heel leuk uit. Zo'n optocht lopen, ik ben anti-lopen. En zie jij het zitten op 54, ja, de joppers. De Joppers die keert na 11 jaar terug met de jeugd na een succesvolle periode in de AK terug in de grote optocht in de B-categorie. De toekomst is gewaarborgd weer voor een aantal jaar. Ziet gij het? Ik zal eens even kijken of ik die geit zie. Ja, zeker wel. En ik hoor hem ook nog eens. Maar dat kunnen we niet zien, hè? Door die verder kijken. Thank you.
CV het Boemeltrio en Co. De drie porties. Zie jij ons wel zitten? Voor de zesde keer doen ze mee. Ze zijn dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan tussen het Boemeltrio en Co. En de drie porties. Spontaan tijdens de lezing van Wim Daniëls. Ja, je staat versteld hoe de creativiteit hier de hoek komt zeilen. Ik zie nu weer een ei-leider. Ja, je moet er maar opkomen om die eieren te gaan leiden. Dat doe je kant uitlopen in een optocht en zo. Ze hebben twee kleine gaatjes, zie ik wel, waar ze doorheen kijken. En tussen de eieren door zie ik de volgende aanwagen ook weer voorbij komen. CV de Leutlaaiers, de ganzenfanfare. Een heel fanfarespektakel. Maar niet voordat we de eer ook aan de Biksbroedsel hebben gegeven met hun fantastische eieren. De Leutlaaiers die bouwen bij familie Vriends in de Strijpense Weg. En waarom zeg ik dat? Die familie die heeft ook altijd oogluiken toegestaan dat er een grote nishut op hun terrein werd gezet. Ja, er staat nou een vrouwke te praten tegen de camera en ik weet bij god niet wat ze allemaal te zitten vertellen. Het is heel goed dat jij dat zegt, Chris. Ik denk, wat zit daar mee? Ik zal het eens wel vragen. Wij gaan eens even vragen wat jij allemaal te vertellen hebt. Ik ben een dochter van een luizenmoeder, ik weet het wel. Oh. Maar als je over luis hebt, dan juk het overal. Boven, onder, deze is voor honden. En dan deze is voor boven. En ik word echt gek van de luizen van de juk. Je komt er niet vanaf dus? Ik kom er niet vanaf. En dan ga je ook juk. Nee, ik moet het zeggen. Maar daarom, ik durf niet dichtbij te komen. Want ik denk dat ze over springen. Zie je? Ja, dat gaat. Zie je, dat springen. Hier zo. Ja, ja. Even ontsmetten. Want daar stik ik een aandacht aan met die vuile luizen. Je wordt er niet goed van, hè, moeder? Luizenmoederke. Wat? Je wordt er niet goed van, hè, van die luizen, hè, luizenmoeder. Gek van de juk, ja. Oh, barst van de juk. Af en toe slappen je slangs gewoon zo kapot. Hier zo gewoon. Is één voor één eraf van. Baba, gelukkig dan, die zijn op je bek. Veel plezier.
De ganzenfanfare komt eraan. De leutlaaiers. Echte veren zie ik uit de wagen komen. Alles in het thema gehouden. Ik was iets aan het vertellen over de Nisuit. Maar dat is allemaal minder belangrijke informatie als je dit spektakel op je af ziet komen. Geniet ervan. Zelfs een hele fanfaregroep achter de wagen. Een hele stoet. En nu komen er een stel hele dikke gasten aan, die aan de lijn motten. Ik zie ook een hondentemmer en ze moeten er nou echt aan. We zitten nog even naar de achterkant te kijken, oh, daar gaan we naar de hondentemmers toe. Ja. Je ziet ze nou een beetje de oefeningen doen. Ja. Die zijn allemaal aan de lijn en het is CV1 bijeengeraapt. Bijeengeraapt. Ja. Ja, dat zijn... diverse carnavalsclubs die bij elkaar zijn gekomen en toch een deelname willen doen. Nou, ze zijn erbij, maar ze moeten wel aan het werk. Ik zal eens even vragen en eigenlijk wel zeggen dat het wel terecht is ook. Ik vind het eigenlijk wel terecht dat jullie al aan de lijn zijn, hoor. Wij moeten aan de lijn zijn, Dickie. Kan niet anders. Nee, hij moet eraf, Dino. Hij moet eraf, kan niet anders. Veel plezier. En degene die het meest aan de lijn misschien wel moet met zijn buik, zie ik hier achteraan lopen dan, of niet? Ja, dankjewel. Dank.
Nou, die raak wel een paar kilootjes kwijt. Hoor. Ja, dat denk ik ook wel. En ik heb eens gevoeld, maar ik zie alleen maar kleding en schuim. Ja, dat moet ik niet zeggen. Nee, ja, maar ja. Het is ook zo waar als hij morgen naar de groenteboer gaat, dat hij, hè? Ja. En hier komt CV de Spaanse Pepers aan. CV de Spaanse Pepers, ons hart zit er vol van. Zie, ga je hem ook zitten? Nou, we hebben onze prins allemaal in ons hart. En jij ziet hem zitten. En jij bent er ook bij, hè? Ik wil wel eens even kijken. Kijk. Ja, en als je goed kijkt, met de camera mee. Ja, 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 ja. Zie je eigen zitten? De cameraman zit in ons hart, hè? Nou, fijn, fijn. En wij zitten bij jullie in het hart. CV de Knakkers. Hier weer kort achter. Boemeldonk op zijn fitst. Het is wel een sporteditie hoor, deze keer. Heel veel lijnen en bewegen. Ja, je moet ook fit blijven ook, hè? Ja. In een carnavalsdorp waar carnaval 6 dagen gevierd wordt. Dan moet er fit zijn. Dan moet er fit zijn. Ja. En toen was het stil. Het is een B-categorie dit, hè? Ja. Ja, dit is een B-categorie. Ze zijn op hun fitst, maar ze zijn nu even aan het uitrusten, denk ik. Ja. Maar ze zal vast wel weer het opnieuw instarten. Het valt zomaar ineens stil daar, dus... Ja, techniek laat zich niet voorspellen vaak. Nee, nee. Maar goed, ze zijn technisch gezien goed onderlegd om het weer aan gang te krijgen, denk ik. Nou, we hadden het over die prijsuitreiking dus strak, hè? Van dat, dan is het stil daar zo. Gebeurt daar, is daarna een groot feest en wat zijn de prijzen dan? Nou, de prijzen zijn voor het prijzengeld, gaat het eigenlijk nergens over om het zo maar te zeggen. Tuurlijk ja. Krijgt een geldbijdrage, maar die wagens die in de A-categorie gebouwd worden, hebben een kostenpostje van 10.000 euro minimaal. Het prijzengeld is eigenlijk, denk ik, 1000 euro nu inmiddels. Maar goed, daar bouw je dus niet die wagen voor. Nee, zeker niet. Je bouwt hem eigenlijk voor de cup met de grote oren, zoals ze het hier noemen. Ja. Dat is een afgekeurde UEFA Cup. En die hebben ze hier op de kop getikt ooit, in 1974. Ja. En die hebben ze opgekalfaterd. En daar zijn hele rituelen inmiddels mee gebeurd. Mensen die tranen laten vloeien omdat ze die beker ooit hebben gewonnen. En dan merk je dat het puur om het gevoel gaat, om de eer. Dat is het mooie van heel dit gebeuren op zich. Hè? Carnaval is eigenlijk een basis van een lolletje. Maar je wil eigenlijk ook wel goed voor de dag komen. Ja. Met de optocht hier in Boemeldonk. Ja. Dus net wat jij zei, het is niet alleen feesten, ook bouwen. Ja. En genieten van het eindproduct. Waar je dus over de straten van Boemeldonk gaat. Nou, ze gaan zonder muziek gewoon verder. Ik hoop voor de Knakkers dat ze hem nog in kunnen zetten. En alles volgend jaar wel weer. Ach ja, we zullen er veel van geleerd hebben. En timmeren ze verder aan de weg. Zo is het. En wij zetten zelf een stukje muziek eronder. Oh, daar is hij weer volgens mij. CV de Steunpinten. Zijn de volgende deelnemers. Ze zijn nog steeds niet met de wifi verbonden, maar wel met de 4G-spots die ze gevonden hebben.
is een alternatieve carnavalsvereniging hier in Boemeldonk. Ieder jaar komen ze hier terug naartoe, waar ze ooit elkaar ontmoeten en bevriend werden. En ze houden dus elk jaar een soort reunie in de vorm van deze deelname in de optocht. Dat zijn dus Boemeldonkers die Boemeldonk uit zijn, maar voor de carnaval terugkomen. Ja, ja. Ja. Oh. Want wij zeggen hier in Boemeldonk, carnaval kunnen nergens anders vieren als hier in Boemeldonk. En daarom komen ze terug. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel eens heel nieuwsgierig ben naar andere optochten en dergelijke. Maar met carnaval kom ik gewoon niet weg. Nee. Dat blijft trekken. Ja, dat snap ik hier wel. Jullie zijn nergens mee verbonden, zie ik. Zei de Frank? Nergens mee verbonden, zie ik. Nee, nee. Maar we hebben al heel veel gespot vandaag. Oké, okay, goed zo. Ach, je mag goed opletten dan, hè. Ja, wie weet was er nog gaan spotten daar in de optocht, hè? Ja. Nummer 63, Boemeldonkse vrijwillige amateur. Hier zit niemand op te wachten. Hier zit niemand op te wachten. Er zit ook niemand op. De eerste keer hè, dat ze meedoen in deze samenstelling. Volgens mij zit er niemand, hè? Er zit helemaal niemand. Maar dan kan we even wachten. Bart. Bartje. Ga lekker zitten, jongen. Kijk, niemand. Zo. Nou zit er iemand op te wachten. Kijk, nou zit er niemand op te wachten. Rustmomentje. Hij kan ook een beetje uitrusten nu. Ja, een rustmomentje, zeker. Ja, 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 ja. Maar verder zit er niemand op te wachten. Verder niemand. Bart, hoogste tijd. En dan gaan ze weer. PCV, de Atoom. Wat staat PCV nou voor? Prinselijke carnavalsvereniging. Wel, ze hebben al verschillende prinsen geafgevaardigd. Oh zo. En ze doen dit jaar ook mee. Wel in zijn eentje. En laten we even stil worden. Want hier komt een inzending die ze weer gaan niet kent. CV de Simkes met de Bokkenrijders. Let op de show. Zeker zijn we weer. Ja, 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 ja.
was vast de hond. En ik neem dan een zeker moment. Ja, zijn we weer bij. Dit is het mooiste feestje voor jou en ook voor mij. Waar we zijn gekomen, is het nergens zoals nu. De mooie volk het wagen, de pomp die geeft weer bier. We zijn de rijders in Hongkong. Wat een inzending van CV de Simpjes. Die gaat in de prijzen vallen. Ja, je neemt de woorden uit mijn mond, Chris. De wagen is ook gebaseerd op Villa Volta in de Efteling. Misschien was het niet helemaal te horen in het begin, maar ze hebben zelfs de originele Eftelingenstijl geregeld om de tekst in te spreken. Een fantastische wagen. Het is zo professioneel gedaan. Een eigen liedje erop geschreven. Alles klopt, hè? Ja, ja. En het moet allemaal kloppen, hè? Wil je een kans maken, dan moet het kloppen. Die lat alweer heel hoog gelegd hier, hoor. Zo. Ja, en heel veel mensen vragen wel eens aan mij van, nou, dan rijden ze dan morgen ergens anders mee. Nee. Nee. Wij rijden in Boemeldonk één rondje, dan is het klaar. Dat maakt het ook zo exclusief hier in Boemeldonk. En houden zo, hè? Zo. Nou, dan gaan we nog iets heel moois, dat is iets heel kleins. En die zien het ook zitten. Dat zijn de Femmekes. Dat is de tweede groep van de Femmekes. Van Femmekesbal op donderdag wordt gehouden. Speciaal voor de dames hier in Café Marktzicht. Op initiatief van de kroegeigenaar. Kroegeigenaar die getrouwd is met Winnie van Dongen. En Winnie van Dongen heeft dat ooit verzonnen. De Femmekesbal. Het Femmekesbal. Ja. Mogen alleen dus Femmekes komen. Ja, er komt geen man binnen. Ze zitten hier zelfs al te wijzen met het vingertje van nee, geen man binnen. Maar die doen dan in groepjes mee in de optocht. Dan zijn er een stuk of 3-4 die ik voorbij heb zien komen van die groepjes. Ja, ja. Er zijn volgens mij groepjes en duo's. Ja. Nou, zij zijn denk ik tweede geworden in die prijsuitreiking. En mogen dan ook meelopen in de grote optocht. Als dubbele prijs. We zullen eens vragen of ze het zien zitten. Zien jullie het zitten? Wij zien het heel goed zitten. Heel erg zitten. Zie jullie ook zitten? Oh, ik zie het ook zitten, ja. Ik zie het. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, we zien hem ook zitten. Ja, we zagen jou ook zitten. En een foto. Kijk, en een foto. Oh. Veel plezier. De schone zussen, we zien hoe zitten, wilde jij ons kussen? Lekker de gouden zussen wel. Ja, het zijn gouden zussen, ja. Kijk, je zag hem al een beetje kijken, zo van, nee, nou gaat het gebeuren, maar hij kreeg gewoon een normale kussen, zie je wel. Ja, wilde jij ons kussen, hè? Ja, precies. Het is zo leuk verzonnen allemaal, hè. Ik heb het gevoel dat het goed lekker de gang in zit. Alle deelnames die vliegen eigenlijk wel voorbij. Ik heb eigenlijk geen notie van tijd. En dat is eigenlijk wel een goed gevoel. Dat moeten we zo houden, want het is stik gezellig om te zien allemaal wat er voorbij komt. Groot en klein. Ja, en het is bijna al voorbij geflitst, hè? Ja. Nummer 77 is de Prinsenwagen en we zijn nu beland bij nummer
66, dus slechts 11 deelnemers nog. En ja, dan is het gebeurd. Ja. CV Piendraad is onderweg. Die komen bijna in beeld. Hun eerste show komt hier nu in beeld. Ze hebben een alternatieve trekker voor de wagen staan. Daar is het dus met de tractor gebeurd. Ik hoor hem, hè, als ze weer starten. Chris? Ja. Okay. We zijn er weer. Het gat uit de opdracht is weg. Kijk, en we gaan gauw door met CV Pindraad. Ze hebben wat technische problemen. Er staat een alternatieve tractor voor de wagen. Oh, gelukkig. Echter, de show gaat met volle bak door. Om er toch nog iets fantastisch van te maken. Een club in aanbouw. Voortgekomen uit CV De Wijpalen. En als ik naar de vormgeving kijk, met name de hoofdpop en daarvoor het paard, ja, dan heeft die club echt een toekomst. Ik zou zeggen, nog 3 meter erop en het is een volwaardige A-wagen. Dit jaar Ad Roele onderscheiden, liefst 2 bouwclubs bij hem op de Dam. Dan moet je voorstellen, dit soort wagens worden gebouwd in de periode van september tot aan februari. Dus een half jaar lang heb jij groepen over de stoep die wagens gaan bouwen. Daar moet je ook allemaal maar aan willen. Ja. Die bouwadressen zijn ontzettend belangrijk hier in Prinsenbeek. Het is mooi opgelost zo, hoor, met die tractor, want dat zie je normaal gesproken niet. En ze hebben nu ruim baan om het verschil in lengte nog even goed te maken. Pindraad maakt er een leuk jaar van. En volgend jaar zien we jullie weer heel graag terug. Chris, kan jij vertellen wie dat precies zijn? Laat me dat maar doen. We hebben de uitslag al. Laat me dat maar doen. Nou, en daar is iedereen benieuwd naar. Dus ik ben blij dat er nog veel mensen zijn blijven kijken. Ziet er mooi uit. Ja. Ze hebben de uitslag al. Ik zal eens vragen, wie is er eerst geworden dan? Cindy. Ze hebben een andere uitslag. Wie is er nou eerste geworden, jongens? Oh, daar is ze. Zij heeft de uitslag. Kijk. Ja, kijk. Wie is er nou eerste geworden? Oh, dat zijn wij. Nou. Maar daar jukt wel die uitslag. Ik zou zeggen, proost erop. Nee, die uitslag die jukt een beetje. Oh, ja, dat is echt. En die rijdt ook een beetje juk. Nee, valt al mee. Dat is dan jammer. Ik wel. Maar deze helpt goed, hoor. Nee, geen juk meer, man. Kijk, net geen juk. Ik zag daar poeder komen, ik denk, nou heb ik geen juk. Ik heb een beetje juk. Hiero,
En daarom, het komt goed hoor. Beterschap. Die een uitslag dus. De Bob van Boemel, Donk en Co. We zien u ook zitten. Ja, die zit op een plek daar zo. Ja. Dat ziet er gezellig uit. Jij dacht niet in beeld te zijn, hè? Maar gezien hoe allemaal zitten. Ja, dat bedoel ik maar. Zit je mooi mee? Ja. Ja, Frank, jij moet er ook op gaan zitten, zeg. Oké. Okay. Ja, ja. Ik hoop dat ze wel doorgespoeld hebben. ik zou zeggen, de camera moet niet in het potje kijken. Ik weet niet of de kijkers dit allemaal mogen zien. Maar ik zou zeggen, doe de gordijnen maar dicht. Ze staan er allemaal op, hè? Zie je? Van alles waf, Femkesbal, Teutenavond, Kinderen op de Grote Optocht, Floren. Ja. Het zat er allemaal op. En het zit er nou ook op. Ja, dat is de wc-kalender. Dat is dan... Alle afspraakjes op en dat is er gevallen. En ze doen nog even wat luchten. En op naar de volgende. Ja. CV de Bikse Draken komt eraan. En hoor de muziek alvast. Schildbewaarders van Boemeldonk. Dat wil ik wel eens zien. In mijn beleving... Een topclub in wording. Mooi gedaan dit. Een heuse bellenblaasmachine die je hier vast al ziet. Ze hebben 21 leden en zitten rond de 18 jaar, 19 jaar qua leeftijd. Fantastisch gebouwd, Bikse Draken. Grandis chapeau. Een heel mooi effect. Topshow van de ja. Bikse Draken. Die muziek is net alsof je in een film belandt. Ja, ja. En dat is wel een kracht, hè. Een waargebouw is één, maar die show is zo ontzettend belangrijk. Je moet de sfeer van het thema overbrengen. En dat hebben zij heel goed begrepen. Ja, dat klopt. Absoluut. En ik zie de donkere wolken eigenlijk langs Prinsenbeek trekken. Fantastisch om te zien. En wij staan hier bijna nog in het zonnetje. En dat verraadt eigenlijk al de volgende deelnemer.
De afkorting die laat ik even maar achterwege, hoe ze precies heten. Schrikkelijk, ja. Maar het gaat erom dat ze honden weer gaan uitbeelden. Maar we zijn toch uitgelaten. Het is goed te vernoemen dat ze een mannengroep zijn en hun vrouwen doen ook mee, met 10 misschien. En ze verliezen elk jaar van de vrouwen. Zou het ze dit jaar lukken? We gaan het vanavond meebeleven. Ik durf bijna niet dichtbij te komen, maar ik zag je ook. Ik word er gewoon bang van al die honden. Ze hadden jullie beter niet uit kunnen laten, denk ik. Ja, het zijn speelse hondjes. Ja, zinnelijk zijn ze ook nog niet. Oké. Hebben we toch honden weer gehad in de optocht? Ja, ja. '73, het grof geschut van 2 vooraf. Van het jaar hebben we de krant gehaald. Zelfs de vuurpagina, zeggen ze. Ja, ja. We hebben de krant gehaald, zie je. Ja, zeker. We staan zelfs op de vuurpagina. Kijk maar, kijk maar. Kijk maar. Je staat op de vuurpagina, ja. Ja, hey, zeker. En ik heb nieuws voor jullie. Je bent ook op tv. Nee. Dat geloven we niet. Groetjes aan iedereen. CV getikt. Hoog bezoek op de beek. Oh, daar zijn we benieuwd naar. Waar komt er naar de beek toe? Andere boerenlui. Vandaag zal jullie eigen koning dit feestelijk samen zijn openen. Weldra rijdt hij langs en ik vraag u allen dan ook om bij passeren een diepe buiging te maken voor onze majesteit. Leuke boerendongers van mijn koninkrijk. Onder het lustige genot van een mooi muzikaal nummerke. Open ik hierbij het carnaval in Boemeldoom. Nou, dat is nou ook weer geen echte muziek hiervoor, hè? We zijn hier toch zeker op de beek. Wat dan was een echte kabelskraper heuren? En terwijl dat CV getikt doorgaat in een optocht, gaan we nog 2 deelnemers krijgen. Maar ik ga alvast mijn plekje zoeken, ja, op de Prinsenwagen. Dat ben je op tijd. Want we hebben veel woorden uitgesproken, Chris, vandaag. Ja, ja. Maar uiteraard in goed gebruik hier in Boemeldonk. De laatste woorden zijn altijd voor de huidige prins, Prins Adrianus. Ja. Dit jaar van Boemeldonk, de 52e. Dankjewel voor het kijken, maar geniet nog zeker van de laatste beelden die jullie op erachter komen. Gaan komen. En het is gaan hagelen of... Ja, laat het maar pretsneeuw noemen.
waar heeft hij gezeten? Ja, aardig bezopen. En waar heeft hij niet gezeten? En dan zie ik confetti aan het vallen, zoals jullie allemaal wel zien. En dan gaan we naar 76. Ja, daar moet dan Prins Adrianus de star van Boemeldonk zijn. En je ziet wel, in zo'n optocht die een paar uurtjes duurt, daar kan dus allerlei weersoorten voorbij komen. Van de laag schijnende zon tot de pretconfetti. Inmiddels in beeld zijn. Nou, we zijn nog niet in beeld hoor. Wij zijn op de begane grond aan het filmen. De schooiwagen rijdt voor de prinsenwagen uit om het laatste zakcentje nog op te halen. We zien jou op de wagen staan heel ver. Heel Ik heb een fantastisch mooi plek gekregen dit jaar. Ja. Tezamen met de hofdames en onze eigen echte Prins Adrianus, de 52e. Ik zou willen zeggen, de laatste woorden zijn aan hem. En geniet nog van de laatste momenten hier op tv. Ja, dankjewel Frank. Beste kijkers, het was een geweldige optocht vanmiddag. Mooie wagens, maar heel veel ludieke groep ook. En volgens mij hebben de mensen het aan de kant enorm naar de zin gehad. En ik hoop jullie voor de buis ook. En volgend jaar probeer erbij te zijn. Hartstikke leuk hier in Boemeldonk. Dankjewel. Dat is mooi gezegd. En met deze prachtige beelden van de Prinsenwagen sluiten we de optocht af van Boemeldonk 2018. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.